Welkom allemaal bij de Second Home webinar. Vandaag gaan we het hebben over een tweede huis kopen in Italië en gaan we leren hoe we dat precies moeten aanpakken. Deze webinar is een onderdeel van een serie. Het tweede deel zal gaan over het rendement en het investeringsklimaat en het derde deel zal vooral gaan over de fiscaliteit. Nu, hoe om weten, neem pen en papier bij de hand, want deze webinar zal je niet kunnen pauzeren en deze webinar is ook voor België, voor zowel België als Nederland. Dus mocht er een verschil zijn, dan zullen de experts dat zeker aanhalen. En een tip, blijf zeker zitten tot op het einde. Want op het einde zullen we ook nog een gratis ticketcode meedelen, waarmee jullie de experts die hier vandaag aanwezig zijn, kunnen ontmoeten op een van onze beurzen. Dus blijf zeker zitten tot op het einde. Ik ben Koen de Zutter en ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik ben hier aanwezig met twee experts en met mijn collega Virginie. Virginie. Iedereen van harte welkom op deze webinar waarin we ons zullen verdiepen in Italië. Ook een warme welkom aan onze twee experten, Chris Mahieu van Italy House Hunting en Ronald Roy van Italia Casa. Ik ben Virginie, Exhibition Manager van Second Home Expo in België. En we willen jullie vandaag graag wegwijs maken in het aankoopproces van een tweede verblijf in Italië. Chris, misschien kan jij je kort even voorstellen aan de kijkers. Ik ben Chris Mahieu. Ik ben in 2006 naar Italië verhuisd. En in 2009 heb ik een immobiliënkantoor opgericht, Alba Toscana Immobiliare. Dus mijn kantoor is gevestigd in Midden-Italië. En sinds enkele jaren hebben we ook een afdeling Italy House Hunting. Met Italy House Hunting begeleiden we vooral buitenlandse kopers op zoek naar een geschikte woning in Italië. Mooi, dankjewel. Ronald, ik geef het woord ook graag aan jou. Kan jij jou ook even voorstellen? Natuurlijk, dankjewel Virginie. Mijn naam is Ronald Roy en ik ben een van de eigenaren van Italia Casa. Italia Casa is een Italiaans makelaarskantoor gespecialiseerd in de begeleiding en de verkoop van meestal tweede woningen aan buitenlandse huizenkopers. Onze klanten zijn voornamelijk Nederlanders, Belgen, maar ook Scandinaviërs, Duitsers en een verdwaalde Engelsman. En we doen dit werk al vanaf 2004. Ons Italiaanse hoofdkantoor is gevestigd in de Marken, maar ons team woont en werkt vanuit eigenlijk alle bekende Italiaanse regio's. Oké, dankjewel. Dan gaan we graag van start met onze eerste vraag. Chris, we weten allemaal dat Italië veel te bieden heeft. Maar wat maakt Italië volgens jou zo aantrekkelijk om er te investeren in een tweede woning? Wel, volgens mij zijn er een tweetal goede redenen. Enerzijds is er de aantrekkingskracht van Italië als land. En anderzijds is er de gunstige marktsituatie wat vastgoed betreft. De aantrekkingskracht van Italië als land is de diversiteit van het landschap, het heerlijke klimaat, de geschiedenis, de rijke traditie en cultuur, de gastvrijheid van de Italianen en natuurlijk de fantastische keuken en de heerlijke wijn. Daarom is Italië altijd een populaire bestemming geweest voor eigenaren van vakantiehuizen en dat zal ook zo blijven. Investeren in onroerend goed in Italië is voor veel mensen een droom die uitkomt. Het kopen, okay. Van een huis in, ja, het kopen van een huis in Italië is tegenwoordig ook geen complete bureaucratische nachtmerrie meer. Maar het blijft natuurlijk handig om bijgestaan te worden door iemand die de Italiaanse wetgeving en gebruiken kent. Wat de risico's van de investering betreft, gelden in Italië dezelfde waarschuwingen en overwegingen die overal op onroerend goed van toepassing zijn. Wel is één ding zeker, kopen in Italië moet je niet zien als een manier om snel rijk te worden. Je kunt er zoals overal koopjes vinden en ook mogelijkheden om geld te verdienen. Voor het juiste type onroerend goed op de juiste locatie
kunnen bijvoorbeeld de huurinkomsten aanzienlijk hoog zijn in Italië. Maar een investering in Italiaans onroerend goed, dat bekijk je qua groei best op middellange tot lange termijn. Als je je niet kunt veroorloven om je kapitaal voor 10 tot 15 jaar vast te leggen, dan is een investering in vastgoed in Italië misschien niet echt iets voor jou. Okay. De drijvende kracht achter de Italiaanse markt is renovatie. Veel meer dan nieuwbouw. In Italië is zeg maar renovatie de sleutel voor de investeringsstrategie. Wie een te renoveren huis koopt, is geneigd om wie een huis verkoopt dat gerenoveerd moet worden, die is geneigd om een lage prijs voor de woning te aanvaarden. Dus eigenlijk is het zo dat de prijs zal aanzienlijk lager zijn dan, hoe moet ik dat nu zeggen? Wat dat je extra nog moet insteken waarschijnlijk. Als je de renovatiekosten aftrekt van de waarde van een huis, zal je waarschijnlijk een te renoveren huis nog veel lager kopen. Ja. Ja? Mm-hmm. En dan is er ook de gunstige marktsituatie in Italië. Momenteel zijn de huizenprijzen zeer laag. Door de prijsdaling die sinds 2008 is ingezet, kun je vandaag een woning kopen tegen veel lagere kosten dan enkele jaren geleden. In de grafiek die je hier ziet, zie je de evolutie van de gemiddelde prijs van woningen in euro per vierkante meter van enkele van de meest aantrekkelijke regio's van Italië. En daar zie je ook dat alleen al de voorbije 5 jaar de prijzen bijna overal tot 20% zijn gedaald. Dus je hebt als voordeel dat je als belegger het onroerend goed momenteel aan een zeer betaalbare prijs koopt. Bovendien, we hebben nog een tweede slide. Dat is een grafiek van Fitch Ratings. Die brengen elk jaar een outlook. Die publiceren een outlook, een global mortgage en housing outlook. En zowel in 2017, 2018 en 2019 gaf Fitch Ratings aan dat de vastgoedprijzen in Italië stilaan op een keerpunt komen. En inderdaad, het Italiaanse Instituut voor Statistiek, ISTAT heet dat, meldde voor het eerst dit jaar dat de vastgoedprijzen in het vierde kwartaal van 2019 licht gestegen waren. En dat voor het eerst sinds jaren. Een ander voordeel van de huidige marktsituatie is dat de hypotheekrente op een historisch dieptepunt ligt. Dat betekent dat je als investeerder ook gemakkelijker toegang hebt tot krediet. De interesse zijn laag en die blijven eigenlijk dalen, dus je kunt momenteel ook aan gunstige voorwaarden lenen. Ja. En tot slot, de vastgoedmarkt in Italië herstelt zich. Daar hebben we ook een slide van. Na de lange daling van de verkoop in Italië, die ongeveer 10 jaar heeft geduurd, kunnen we eindelijk spreken van een verbetering op de vastgoedmarkt. In deze grafiek zien we dat in de jaren 2012 tot 2015 maar liefst 30% minder verkoopcontracten afgesloten werden. En je ziet ook dat in 2016, 2017 dit verbeterde. En sinds 2018 kunnen we duidelijk zien dat de vraag terug is toegenomen. Ja. Dat zijn inderdaad aantrekkelijke voorwaarden. Dankjewel, Chris, voor de uitgebreide toelichting. Ik kan er misschien nog één ding aan toevoegen. Ja? De vraag uit het buitenland naar onroerend goed in Italië stijgt sinds enkele jaren.
En er wordt ook verwacht dat die vraag verder zal blijven stijgen. Het is namelijk zo dat er de laatste jaren een belangrijke toename is geweest van het aanbod van luchtvaartmaatschappijen die kleinere luchthavens bedienen in Italië en dat vanuit heel Europa. En dat zorgt voor meer vraag uit landen dan Noord-Europa, Scandinavië bijvoorbeeld, maar ook voor interesse in regio's van Zuid-Italië, zoals Abruzzo, Puglia en de eilanden Sardinië en Sicilië, die door het aanbod van vluchten gemakkelijker bereikbaar zijn. Ja, ja. Oké. Ronald, zijn hier van jouw kant nog aanvullingen? In zoverre dat wij altijd een onderscheid maken in de verschillende deelmarkten die Italië kent. Want Chris heeft net de cijfers aangegeven wat betreft de prijsontwikkeling per regio. Maar wat wij ook heel sterk zien is dat er een groot verschil is in de prijsontwikkeling op de lokale markt. De markt voor de Italianen zelf, die in een bepaald dorp of een stad moeten wonen omdat ze hun werk daar hebben, hun kinderen gaan naar school, opa en oma wonen in hetzelfde dorp. En de markt voor buitenlanders, de second home markt, zoals wij die onderscheiden. En de second home markt staat eigenlijk los van de ontwikkelingen op de lokale Italiaanse vastgoedmarkt, de residentiële markt. En dat is te verklaren omdat het prijsspel daar bepaald wordt door de vraag vanuit voornamelijk het buitenland. In de tijd van de grote kredietcrisis, toen het met Italië, de economische situatie heel slecht ging in Italië, zagen we eigenlijk dat de plek op de markt van de Italiaanse middenklasse en hogere klasse werd eigenlijk moeiteloos ingenomen door Duitsers, Vlamingen, Nederlanders, Scandinaviërs, Amerikanen, die veel minder last hadden van de economische crisis. En dat heeft ervoor gezorgd dat in bepaalde gebieden het prijsspel van de second home markt zeer stabiel is gebleven. Dat is tenminste onze ervaring. Mm-hmm. Heel interessant, ja. Heel wat voordelen precies om te investeren in Italië. Nu, ja. Stel Ronald, de beslissing is genomen, we investeren in Italië. Wat nu? Zijn er zaken die men nu al kan voorbereiden? Ja, wat denk ik heel belangrijk is, is dat, dat je veel aandacht besteedt aan de oriëntatiefase. En in die oriëntatiefase kun je een aantal stapjes onderscheiden. Het is natuurlijk van belang om naar een beurs te gaan, op het internet te kijken, om je een beeld te vormen wat er zo op de markt is en wie de aanbieders zijn. Maar voor jou persoonlijk is het van belang om een keuze te maken voor een gebied. Je kunt onmogelijk in Piemonte en Toscane en Puglia gaan zoeken. Het land is van noord tot zuid meer dan 1000 kilometer lang. En in tegenstelling tot Nederland en België, wat compacte kleine landen zijn, waar je vaak meerdere dorpen wel met elkaar kunt vergelijken, je kunt niet heel Italië als je zoekgebied nemen. Dus maak een keuze voor een gebied op basis van waar ben je op vakantie geweest, waar vind je datgene wat je zoekt. Wil je bij zee, wil je in de bergen, wil je op het platteland, dicht in de buurt van bijvoorbeeld de mooie cultuursteden van Toscane of Umbrië. Maar maak een keuze. Stel een eerste gebied vast, stel een tweede gebied vast, maar meer gebieden zou ik niet adviseren. Mm-hmm. Stel vast wat je zoekt. Wat past bij de fase van jouw leven? Heb je een gezin met kinderen? Of zijn de kinderen juist het huis uit? Heb je een drukke baan? Of ben je met pensioen? Dat alles heeft gevolgen voor het type woning wat je zoekt. Zoek je een woning met veel privacy of ga je juist voor een huis wat veel gebruiksgemak en weinig onderhoud en weinig zorg oplevert? Dus stel vast, wat voor soort woning past bij mij? Hele belangrijke onderdeel is, stel vast wat uw budget is. Stel vast of je moet financieren of dat je het volledig uit eigen middelen kunt betalen. Maar bepaal wat je financiële springplank is. Op het moment dat je een stukje wilt bijfinancieren, is het ook al van belang om te gaan kijken, hoe ga ik dat financieren? Kan ik dat bijvoorbeeld met het herfinancieren van een woning in mijn land van herkomst, in Nederland of België?
Of heb ik een lening nodig, een hypotheek nodig in Italië? En als buitenlander kun je ook in Italië een hypotheek aanvragen. Dat is op zich geen probleem. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Maar het kan geen kwaad om je daar alvast in te verdiepen. En dan als laatste, een heel belangrijk onderdeel. Ga met elkaar in discussie aan de keukentafel tijdens een vakantie. En bepaal of wat je zoekt ook realistisch is. Wij zeggen altijd, het is niet realistisch om te veronderstellen dat je in de Chianti of aan het Comomeer voor 150.000 euro die prachtige villa kunt vinden met een cipressenlaan en een zwembad op de mooiste plek van de regio. Terwijl dat misschien in andere gebieden wel realistisch is. Maar je moet echt je zoekprofiel gaan vaststellen en daar is de oriëntatiefase heel erg belangrijk voor. Mm-hmm. Ja, interessant. Chris, heb jij daar nog een toevoeging bij? Ik zou één advies geven. Ga minstens één keer op reis naar een bepaalde regio in Italië. Of toch zeker naar de regio die je op het oog hebt om ergens een huis te kopen. Ik krijg heel vaak aanvragen van Amerikanen die nog nooit in Italië zijn geweest en die een huis in Italië willen kopen. Dat is echt onbegonnen werk. Dat kan ik me voorstellen ook. Ja, ja. Ik sluit me daarbij aan, Chris. Ja. Oké, op vakantie naar Italië dus. Dank je. Stel, Chris, ik heb een goed gevoel bij jou als makelaar. En ik heb een mooie woning op het oog. Hoe gaat dit proces dan precies in zijn werk? Is er een bepaald stappenplan dat ik moet volgen? In Italië is het gebruikelijk dat je als koper een schriftelijk bod of koopvoorstel uitbrengt op het huis dat je wilt kopen. Voor nieuwbouwwoningen gebeurt de onderhandeling met de bouwheer vaak mondeling. Maar bij herverkoop is het koopproces iets complexer. Dus alvorens dat je kan overgaan tot het uitbrengen van een bod op een herverkoop, vraag je aan je makelaar of er hypotheken of beslagen op de woning ingeschreven zijn. Want dat kan invloed hebben op het verloop van het koopproces. Daarnaast is het uiterst belangrijk om te weten of het huis dat je wilt kopen conform is aan de stedenbouwkundige en kadastrale voorschriften. Indien de verkoper over de nodige documenten beschikt waaruit blijkt dat het huis al conform is, dan kun je overgaan tot het uitbrengen van een bod. Indien dit niet het geval is, is het belangrijk te weten wat de verkoper nog moet doen om een conformiteitsattest te bekomen. Vaak wordt aan de architect van de verkoper gevraagd om toe te lichten welke de kritische punten zijn en hoe lang hij verwacht dat het zal duren om het conformiteitsattest af te geven. Het gaat soms om klein, maar soms ook om grotere bouwmisdrijven, waarvoor de regularisatie een pure formaliteit kan zijn. Maar soms kan dat ook onderhavig zijn aan het aanvragen en het bekomen van een bouwvergunning. En in dit laatste geval is uiteraard de nodige voorzichtigheid geboden. Want als er nog een bouwvergunning moet aangevraagd worden, dan kom je in de molen van de Italiaanse administratie terecht. En dat kan wel eventjes duren. In sommige regio's in Italië is het onmogelijk om zonder conformiteitsattest een definitief verkoopcontract te ondertekenen. Want dit wordt standaard door de notaris gevraagd of vereist. Mm-hmm. Vraag in elk geval aan je makelaar dat het voorleggen van een conformiteitsattest, zou ik zeggen, voor je naar de notaris gaat, als voorwaarde in je contract komt te staan. Want nogmaals, dat conformiteitsattest is niet in alle regio's, wordt niet in alle regio's door de notaris vereist. Ja. Okay. De volgende stap is de opmaak van het koopvoorstel dus, met alle contractuele voorwaarden zoals de verkoopprijs, het voorschot, de betalingstermijnen, de betalingscondities en de uiterlijke datum voor het definitief contract.
Als je als koper een financiering moet aanvragen voor de aankoop van het huis, kan je in het voorlopig contract een opschortende voorwaarde laten opnemen. Dus de verkoper kan dan je bod aanvaarden, hij kan het weigeren of hij kan een tegenvoorstel doen. Indien je bod aanvaard wordt of je komt na een onderhandeling tot een akkoord, dan beginnen de voorbereidingen voor het definitieve contract. De verkoper moet tegen de datum van het definitieve contract alle noodzakelijke documenten voorleggen aan de notaris. Dat zijn onder andere de oorspronkelijke akte waarmee hij de eigendom op het goed heeft verworven, een energiecertificaat, kadasterplannen, eventuele bouwvergunningen, een bewoonbaarheidsattest en in sommige gevallen nog andere documenten met betrekking tot het huis en of de grond. Sommige van deze documenten worden door de architect van de verkoper opgenomen in het conformiteitsattest. Dus het is niet noodzakelijk dat het allemaal afzonderlijke documenten zijn. Als er een conformiteitsattest opgemaakt wordt, zijn sommige van die documenten zitten daarin. Of hangen eraan als kopie. Als het om een landelijk gelegen huis gaat met grond, dan kunnen daar nog andere documenten bij komen, bijvoorbeeld een bestemmingscertificaat voor de grond, een eventuele lozingsvergunning en het bewijs dat de landbouwers van de aangrenzende percelen, van de aangrenzende grond, kennis genomen hebben van de verkoop en in de gelegenheid zijn gesteld om hun eventuele recht op voorverkoop uit te oefenen. Als het om een appartement gaat in een groter appartementsgebouw, dan moet de eigenaar een attest van de beheerder van het gebouw voorleggen, waaruit blijkt dat de verkoper zijn aandeel in de gemeenschappelijke kosten volledig heeft betaald. Als koper word je verondersteld om tegen de uiterlijke datum van het, voor het definitieve contract het saldo te kunnen betalen. Dus in afwachting dat de verkoper de documenten naar de notaris brengt, ben je als koper bezig met het voorbereiden van de betaling van het saldo. De eigendomsoverdracht die vindt plaats op de dag van het definitieve notariële contract. Dus als je vraagt naar een stappenplan, Virginie, het stappenplan dat ziet er als volgt uit. Ik heb er ook een slide van. Als het gaat om een herverkoop, wordt er eerst een hypotheekcontrole gedaan en een controle van de conformiteit van de woning. Daarna wordt een koopvoorstel opgemaakt en dan ga je in onderhandeling met de verkoper. Als er een overeenkomst is, betaal je een voorschot. De verkoper verzamelt dan de documenten die nodig zijn voor het notariële contract. En de koper organiseert de financiering of zorgt dat hij tegen het definitieve contract het saldo kan betalen. En tot slot is er dan het notariële contract, waarbij het saldo betaald wordt en dan vindt de eigendomsoverdracht plaats. Oké, dat is duidelijk. Dat lijkt mij toch wel een vrij complete lijst. Dankjewel, Chris. Ronald, u bent zelf ook makelaar. Is dit stappenplan bij jullie vergelijkbaar? Het is zeker wel vergelijkbaar. Maar wat ik denk dat nog belangrijker is, is dat een goede, bevoegde Italiaanse makelaar neemt je als klant bij de hand. En die zorgt ervoor dat je geen zorgen hoeft te maken over al deze verschillende stappen. En het zit grotendeels ingebakken in de dienstverlening van echt de goede, officiële, bevoegde makelaars om al dit soort stapjes goed voor je te nemen en met je te nemen. Okay. Daarnaast is het zo dat de notaris in Italië ook een zeer centrale en belangrijke rol heeft bij het overdragen van de eigendom.
En de notaris is ook de verantwoordelijke persoon om een aantal cruciale controles voor de koper te doen. Dus uiteindelijk is het zaak dat, dat je als koper een zorgenvrij proces doormaakt. Is de notaris in Italië, heeft hij dezelfde functie als de notaris in België en Nederland? Of moet ik dat eerder zien als in Spanje, waar de notaris heel weinig... Nee. De notaris heeft een centrale rol. Ik ken de Belgische situatie ken ik niet goed. Maar wat ik begrepen heb, is dat de situatie in België sterk lijkt op die van Nederland. En in Nederland is de notaris degene die de juridische eigendom overdraagt en ervoor zorgt dat de eigendomsoverdracht in het kadaster wordt geregistreerd. En hij is ook degene die namens de staat de overdrachtsbelasting onder andere int. En die situatie is in Italië eigenlijk precies hetzelfde. Dus de overeenkomsten zijn sterk. Ik heb inderdaad begrepen dat in Spanje de rol van de notaris wat anders is. Ja. Maar in Italië hebben we te maken met een zeer degelijk en goed werkend kadaster. En een zeer belangrijke rol voor de notaris in het verkoopproces. Oké. Ronald, als ik rondloop op de beurs, dan zie ik daar vooral, als ik kijk naar Italië, zie ik daar vooral resaleswoningen. Ja. Is er eigenlijk een verschil tussen de aankoop van een resaleswoning in Italië of een nieuwbouwwoning? Nou, in de uitwerking is er wel een verschil, maar ik denk in het proces wat je als koper doormaakt, maakt het eigenlijk geen verschil. Ook daarvoor geldt weer, als je de oriëntatie goed hebt doorlopen en je vindt een woning waar je verliefd op wordt en die binnen je budget en binnen je pakket van eisen past, dan ga je samen met je makelaar ga je het aankoopproces in. De verschillen liggen met name in de termijnen. Hè. Op het moment dat je een koopcontract afsluit voor een bestaande woning, een resale, dan is over het algemeen de termijn van levering van de notariële overdracht is afhankelijk van wat de verkoper wil, wat de koper wil en ook of er voor de betreffende woning nog bepaalde zaken in orde gemaakt moeten worden. Chris had het net al even over het aanleveren van documenten, certificaten, het legaliseren van zaken die gelegaliseerd moeten worden. Dat kan een paar weken in beslag nemen, maar het kan ook zomaar zijn dat we een half jaar of nog langer bezig zijn in extreme gevallen. Maar normaal gesproken kun je uitgaan van een paar maanden. En als je kijkt naar een nieuwbouw, hangt het vanaf in welke staat van afbouw je de woning koopt. Is het een woning die je zogezegd off-plan koopt, dus die nog gebouwd, totaal gebouwd moet worden? Ja, dan kan het zomaar zijn dat het 2 jaar duurt voordat de levering kan plaatsvinden door de bouwer. Wat we in Italië veel vaker tegenkomen, is dat een bouwonderneming begint aan de bouw van een woning of een appartementencomplex en stopt op het moment dat de woning casco gebouwd is. In Italië noemen we dat aggrezzo. En vervolgens wacht de bouwer op een koper die de woning of het appartement wil kopen. En die kan dan nog aangeven volgens welke specificaties de woning aan de binnenzijde moet worden afgebouwd. Dan duurt het iets korter en dan moet je rekenen op enkele maanden tot een jaar. Het varieert. Maar de verschillen liggen dus met name in de levertermijnen. Ander verschil is dat op het moment dat je een woning koopt in Italië, resale, bij het aangaan van het koopcontract moet je al een deel van de koopprijs aan de verkoper betalen. En dat doe je. In Nederland zijn we dat niet gewend. Daar vragen we aan onze bank een bankgarantie om die te brengen onder bij de notaris. Maar in Italië moet je al een substantieel deel van de koopprijs aanbetalen. Als zogeheten bevestigende aanbetaling, de capara confirmatoria. Dat is tegelijkertijd ook je garantie dat de verkoper de woning niet aan een ander verkoopt. Want zou hij dat doen, dan moet hij de aanbetaling dubbel terugbetalen. Nou, op het moment dat je een nieuwbouwwoning koopt, dan spreek je in de meeste gevallen met de bouwer een programma van aanbetalingen af. Omdat die bouwer natuurlijk centjes nodig heeft om de woning af te bouwen. En hoe dat eruit ziet, dat verschilt ook weer per situatie. Maar ga ervan uit dat je bijvoorbeeld de
de aankoopprijs in 3 of 4 delen aan de bouwer betaalt, waarbij je dat laatste gedeelte pas bij de oplevering en de overdracht bij de notaris betaalt. Dus daar zit een beetje de verschillen in. Termijnen, levertermijnen en het programma van aanbetaling. Oké. Chris, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Niet echt. Ik werk eigenlijk hoofdzakelijk met herverkoop. In Toscane vind je heel weinig projecten. En ook de meeste van mijn kopers zoeken bijna altijd een herverkoop. Dus, Oké, Chris, we blijven nog even bij jou. Als we praten over de dienstverlening van jouw bedrijf, wat mag een potentiële koper allemaal verwachten van een makelaar? Jullie hebben daarnet al opgesomd dat jullie heel veel administratie voor jullie rekening nemen. Maar wat doen jullie exact allemaal voor hen? Wel, als makelaar rekenen we een commissie aan voor onze tussenkomst in de onderhandeling en in het verkoopproces. Dus aangezien het hier om een percentage gaat op de verkoopprijs, meestal 3% plus btw, kan dat in sommige gevallen een fors bedrag lijken, maar daar staat toch ook heel wat bijstand tegenover. Misschien even kijken wat dat allemaal komt kijken bij de aankoop van een woning in Italië. En je makelaar neemt meestal heel veel van deze zaken over en staat je in ieder geval bij met advies. Maar nogmaals, meestal worden de meeste van die zaken worden gewoon door je makelaar overgenomen. Alles begint natuurlijk met een goede selectie van de woningen. Een toelichting over de extra kosten bij aankoop, dat helpt je al bij het begin om je budget te bepalen. Eventueel kun je bij een makelaar ook terecht voor een hypotheekadvies. Als dat budget bepaald is, dan volgt de selectie van de woningen en de bezichtiging. Je kunt ook verwachten dat je makelaar in veel gevallen kan aangeven of een vraagprijs aan de hoge kant is of juist niet. En of je mag verwachten dat de prijs onderhandelbaar is. En of bijvoorbeeld de verkoper haast heeft om te verkopen, dat zijn zaken die de makelaar meestal van de meeste huizen op voorhand kan meegeven. Als je een geschikte woning hebt gevonden, dan beginnen de onderhandelingen. Wat ik daarnet ook al zei, je makelaar onderzoekt dus de kadasterdocumenten, controleert het hypotheekregister. Soms wordt ook het advies gevraagd van een architect, die dan door de koper wordt aangesteld, meestal op aangeven van de makelaar, om te kijken of er addertjes onder het gras zouden kunnen zitten. Wat heb je nog nodig? Een Italiaanse fiscale code heb je nodig. Die vraag je aan bij de Italiaanse Belastingdienst. Bij de Italiaanse ambassade, maar ook dat is iets dat heel vaak makelaars voor je kunnen aanvragen. Als er een voorlopig contract getekend wordt, dus we gaan stap voor stap verder in het koopproces, dan hoort daar ook een betaling van een voorschot bij. En dan moet je makelaar het voorlopig contract ook registreren. De kosten voor de registratie zijn ten laste van de koper, maar tegenwoordig is het verplicht om een voorlopig contract met voorschot te registreren. Ik raad meestal mijn klanten aan om een bankrekening te openen in Italië. En ook daarvoor kan je makelaar dus je adviseren wat de procedure is voor de opening van een rekening in Italië. De reden waarom ik een bankrekening in Italië aanraad, is omdat je dan kunt het saldo betalen bij de notaris met een bankcheck, wat een van de meest frequente betaalmethodes is hier in Italië nog.
Er is ook een mogelijkheid om het saldo te betalen op de rekening van een notaris. Maar helaas rekenen de notarissen daarvoor een vrij hoge commissie aan. Dan voor het definitief notarieel contract coördineren we natuurlijk de voorbereiding van de akte samen met een vertaler, samen met de notaris. En als makelaar ben je aanwezig bij de ondertekening van het definitief contract bij de notaris. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld als je een huis mocht kopen in Italië om er effectief te gaan wonen, dan kan je makelaar ongetwijfeld ook meer vertellen over de procedure van inschrijving in de gemeente. En tot slot zijn er de energiecontracten van de woning, die overgenomen moeten worden door de nieuwe eigenaar. En dan zijn er nog andere formaliteiten, zoals een verklaring die je moet afgeven bij de gemeente voor wat betreft eigendomsbelasting. En een verklaring voor wat betreft huisvuilbelasting. Als makelaar geef ik ook altijd mee bij het opmaken of zelfs voor het opmaken van het koopvoorstel hoeveel die eigendomsbelasting zal bedragen en hoeveel de huisvuilbelasting ongeveer zal bedragen. En indien van toepassing als het gaat om een appartement in een groter gebouw, hoeveel de jaarlijkse deelname zal zijn in de kosten van het gebouw. Ja. Dus wat je makelaar zeker moet doen, een overzichtje daarvan op een slide heb ik gezet. Dus eerst en vooral een controle van het hypotheekregister. Onderzoeken of de woning conform is aan stedenbouwkundige voorschriften. En complexe gevallen misschien met de bijstand van een architect. Dan wordt een koopvoorstel opgemaakt. Dat is in Italië bijna altijd schriftelijk. Als er een overeenkomst is, dan coördineert de makelaar alles tussen koper, verkoper, de notaris en de vertaler om uiteindelijk tot een definitief notarieel contract te komen. En je makelaar is aanwezig bij het definitief notarieel contract. Ik heb daar nog een vraag over, Chris. Het voorschot, hoeveel bedraagt dat normaal gezien? Is dat een percentage of is dat een vast bedrag? Nee, dat is ook iets dat onderhandelbaar is. Soms heeft de verkoper op voorhand een percentage of een bedrag vooropgesteld dat hij minimum wil als voorschot. Maar ook dat kan onderhandeld worden. En als je een koopvoorstel doet, is het meestal jij als koper die een bepaald voorschot voorstelt. En dan zie je in het verloop van de onderhandelingen of die koper dat voorschot voldoende vindt of dat er moet over onderhandeld worden. Oké. Misschien even nog iets over de commissie die de makelaar betaalt, die je aan de makelaar betaalt. In Italië ontstaat het recht op commissie bij de betaling, bij het voorlopig contract. Dus van het moment dat er een voorlopig koopcontract ondertekend is, dus als je koopvoorstel aanvaard is, op dat moment ontstaat het recht van commissie van de makelaar. En dus niet op het moment dat het notarieel contract wordt ondertekend. Dan nog iets anders. In Italië is het heel gebruikelijk dat makelaars met elkaar samenwerken. Dus het is heel goed mogelijk dat je als koper begeleid wordt door een makelaar die je zelf kent, vertrouwt en dus zelf kiest. Maar het is wel van belang dat jouw makelaar ten allen tijde het eerste contact legt met de verkopende makelaar. Als dat gebeurt, dan zal er bij een koopovereenkomst, dan zal je als koper commissie betalen aan de makelaar die jou bijstaat.
en de verkoper zal commissie betalen aan de makelaar aan wie hij de opdracht heeft gegeven tot verkoop van zijn woning. Dus dat is samenwerken tussen makelaars, dat hoor ik heel vaak van klanten, dat is niet echt gekend. En dat is in Italië althans heel gebruikelijk, zeg maar. Zorgt dat ervoor dat eigenlijk de prijs dan stijgt, of blijft het percentage dan eigenlijk gelijk van die commissie? Nee, een makelaar heeft in Italië altijd recht op commissie van zowel koper als verkoper. Dus eigenlijk wordt de commissie gewoon verdeeld tussen twee makelaars op dat moment. Ja. Oké, het is duidelijk dat er heel wat tegenover de commissie staat. Ronald, geldt deze werkwijze ook voor jullie? Of pakken jullie het toch net iets anders aan? Nou, kijk, ik denk dat Chris uitvoerig heeft beschreven welke stappen je als makelaar neemt bij de begeleiding. Wat ik nog kan toevoegen is dat in Italië is het vak van makelaar is een beschermd beroep. En bij wet beschermd. En een makelaar is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst, de bemiddeling. De commissie is ook een bemiddelingsfee, zo zou je het kunnen zien. Wat natuurlijk als een paal boven water staat, is dat goede makelaars ook ontzorgen. Zowel Italiaanse kopers als bij de begeleiding van buitenlandse kopers, die vaak een taalprobleem hebben. Uit een ander land komen, een andere culturele achtergrond. En een goede makelaar, zeker een makelaar die gespecialiseerd is in de begeleiding van buitenlanders, of die daar veel ervaring mee heeft, die weet dat hij de buitenlanders zorg uit de handen moet nemen, wegwijs moet maken in het hele proces. En ook taalkundige en culturele barrières moet zien te verzachten. Dus ik denk dat in essentie wel is wat er moet gebeuren. Oké, prima, dank je. Over de aanbetaling kan ik nog één klein dingetje toevoegen. Wij merken dat Noord-Europese huizenkopers vaak aarzelen om 20% aan te betalen, bijvoorbeeld 20% aan de verkoper. Maar je moet je realiseren ik stipte dat net al even aan, het is ook het veiligheidsmechanisme wat verhindert dat de verkoper met een ander in zee gaat. Omdat als de verkoper niet levert, dan zal hij de dubbele aanbetaling aan je terug moeten betalen. Dus ons advies is ook, maak dat percentage van aanbetaling, maak dat niet te laag. Maar zorg ervoor dat er een behoorlijke drempel voor de verkoper is om niet aan een ander te verkopen. Oké, prima. Ja, dat is eigenlijk al een heel goede tip, vind ik. Heb je eigenlijk nog andere tips, aangezien dat jullie al zo lang in de markt actief zijn? Hebben jullie tips voor potentiële kopers? Ja, kijk, wij hebben wel wat dingen meegemaakt de afgelopen 16 jaar. We hebben wat crisis meegemaakt, we hebben wat onrust meegemaakt. We hebben een grote belangstelling voor Italië meegemaakt. Ons advies is, doe zaken met gerenommeerde partijen. Wees ervan overtuigd dat dat degene die je begeleidt ook in staat is om je goed te begeleiden. Wees je bewust van culturele verschillen. Doe je huiswerk. Kies het gebied. Kies het type woning. En bepaal of wat je wilt ook te betalen is. Op het moment dat je twijfelt over de conditie van een woning. Of op het moment dat je denkt van ja, dat zwembad wat daar door de vorige eigenaar is aangelegd. Dat zie ik nergens terug in vergunningen of wat dan ook. Laat een Italiaanse geometra. Een geometra is een soort mix tussen een architect en een landmeter. Maar dat is in Italië een hele belangrijke figuur. Laat een geometra een onderzoek doen. Een kadastraal en een vergunningsonderzoek. En als laatste punt. Wees je bewust van de financiële gevolgen op het moment dat je een Italiaans koopcontract ondertekent. Die aanbetaling die je doet is je veiligheidsmechanisme, maar op het moment dat je niet een hypotheek kunt krijgen, dan betekent dat ook, als je niet een ontbindende voorwaarde opneemt in het contract, dat je die aanbetaling kwijt bent. Dus dat werkt net iets anders dan in andere landen, maar wees je daarvan bewust.
Nog een paar tips die ik niet op deze sheet zie, maar die ik toch nog wel even wil meegeven, is kies als je voor een woning en een gebied kiest, kies voor kwaliteit. Kwaliteit in woning, liever een wat kleinere woning die in goede conditie verkeert, of die goed te restaureren is, dan een woning die misschien heel groot is, maar die niet op de beste locatie staat. Liever kleiner en hoogwaardiger dan een grote woning in een onbekend gebied, waar uiteindelijk, als je ooit moet verkopen, geen interesse in de markt voor is. Want uiteindelijk zeggen wij altijd, er komt een dag dat je de woning weer moet of wilt verkopen. Het kan een reden zijn die je vrijwillig kiest, maar het kan ook zijn dat er een situatie is waardoor je een woning moet verkopen door een echtscheiding of door ziekte of gezondheid of ouderdom. En dan is het wel prettig als je ook kopers kunt vinden voor een woning. Dat zijn zo'n beetje mijn tips. Perfect, heel interessant. Chris, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ik zou zeggen, als je in Italië met iemand moet gaan samenwerken, dan loopt dat eigenlijk niet anders dan in België. Daarmee bedoel ik, als je een makelaar kiest, zorg dat je er een goed gevoel bij hebt. Als je een architect of geometra moet aanspreken, zorg dat je daar een goed gevoel bij hebt. Spreek eerst met die mensen over wat ze al gedaan hebben, of ze al met buitenlanders gewerkt hebben en dergelijke. Als je een aannemer zoekt om wat werken uit te voeren, is dat niet anders als in België. Dat wil zeggen, neem referenties, vraag aan mensen van het dorp of dat ze iemand kennen die werken heeft uitgevoerd, en ga ook effectief eens praten met iemand waar die mensen werken hebben uitgevoerd. In België is, of in Nederland, is dat uiteindelijk niet iets anders. Als je een aannemer zoekt, dan is dat toch via mond-aan-mond reclame dat je bij iemand terechtkomt. En je weet, als die mensen zijn aanbevolen door anderen, dan heb je daar meestal een goed gevoel bij, en dan kom je voor geen verrassingen te staan. Mm-hmm. Duidelijk. Beste kijkers, ik denk dat we met deze webinar, met dank aan onze twee gasten, goed geïnformeerd kunnen afronden. En hopelijk staan jullie toch weer een stapje dichterbij de aankoop van een tweede woning in Bella Italia. Chris en Ronald, bedankt om jullie expertise te willen delen met iedereen. En we zien jullie binnenkort heel graag terug op de beurs. Ook aan alle kijkers, bedankt om dit webinar te volgen. Binnenkort mogen jullie nog twee webinars verwachten rond Italië. Hier gaan we dieper ingaan op het investeringsklimaat en de fiscale aspecten van een aankoop. Meer informatie hieromtrent kunnen jullie terugvinden op onze website. En binnenkort wordt dit ook gecommuniceerd via onze nieuwsbrief. Voor alle kijkers die Chris en Ronald graag live aan het werk willen zien op de beurs, u vindt onderaan in beeld een toegangscode om de beurs zowel in België als in Nederland gratis te bezoeken. Dus nogmaals bedankt aan iedereen, en we verwelkomen jullie graag terug op een van onze volgende webinars. Arrivederci! Merci, tot ziens! Tot ziens, bedankt! Dag.